KikkerTV, half september 2013. Wij zijn op vrijdagmorgen op bezoek aan de haven in Breskes bij de vismijn, waar de garnalenvissers vrijdags hun garnalen komen lossen. We kijken in de vismijn, we hebben een gesprekje met Henry Mookhoek en we vertellen nu het een en ander over hoe het gaat, of misschien wel niet gaat, met de garnalenvisserij. Het is niet echt druk. 3 jaar geleden was het extreem. Maar nu de laatste jaren 100 maal seizoen. Dus nog ongeveer tussen de 35 en 40 ton per week garnalen. En hoeveel garnalenkotters zorgen voor die aanvoer in Breskens? Ongeveer 10, 12 kottertjes. Kottertjes zeg je. Wat betekent? Hoe groot zijn die dan? Van 15 meter tot 26 meter, 30 meter. Normale aanvoer, normale prijs ook op dit moment? Nee, jammer genoeg de dalende prijs. Hoeveel krijgen de vissers ervoor? Op het moment 3,40 euro. 3,40 euro voor de kilo, en wat betaalt de klant dan aan het viskraam? Nou, ik heb beter aan de handelaar vragen. Vissen, mensen zeggen altijd vis is duur, garnalen zijn duur, maar vissers hebben ook nogal wat kosten. Wat verstookt zo'n kottertje nu per week aan dieselolie bijvoorbeeld? Ik denk ongeveer een kotter van 25 meter, denk ik rond de 10 ton zit. 10 ton, 10.000 liter per week. Als je dus een auto hebt die 1 op 10 rijdt, dan kun je daar 100.000 kilometer mee rijden. En dat betekent dat je dan een jaartje of 3-4 met je auto kunt rijden voor één zo'n kottertje. Wat kost die diesel? Ik denk dat het op het moment rond de 4,65 euro cent is. Dus ze hebben sowieso al 6.500 euro aan kosten voor de dieselolie. En hoeveel personeel is daar nog aan boord? De rotere kottertjes 4 of 5 man en de kleintjes 2 of 3. En trekken ze nog wel eens een netje kapot ook? Ook dat, deze tijd wel, want dan komt er meer naar boven in de zomer en dus dan blijft ze achter wat zitten en is gelijk net kapot. Dus ja, dat moet gerepareerd worden. Doen ze dat zelf? Sommigen doen het zelf en sommigen worden hier in de coöperatie gedaan. En als je nu kijkt, de prijs is 3,40, is dat voor de visserlieden op dit moment voldoende om zeg maar toch ook nog een cent over te houden en een cent te verdienen? Aan die prijs gaat het nog wel, maar ze moeten niet echt veel meer zakken, want de kilo's blijven hetzelfde. Normaal moeten de kilo's toenemen, maar het blijft hetzelfde. Dit was het programma over de garnalenvisserij in Breskes. We komen zeker nog eens een keer terug om te kijken hoe het verder gaat rond de vismijn, want er zijn hele grote plannen hier in dit gebied.